Dit is de Haffertse straat in het dorp Middelrode, niet ver van Den Bosch. Op maandagavond 30 december is dit tankstation door twee mannen overvallen. En natuurlijk zijn er bewakingsbeelden. Beelden waarop de daders misschien vandaag wel herkend gaan worden. Maar dit is ook een drukke doorgaande weg tussen Heeswijk-Dinter en Berlicum. En dus zullen er ongetwijfeld mensen zijn die iets gezien hebben en ons verder kunnen helpen in dit onderzoek. Even terug naar die maandag 30 december. Het is een drukke dag geweest met veel klanten en het is net avond geworden. De medewerkster is net even buiten beeld. Op dat moment zijn er geen klanten in de shop. Dan, iets na zessen, komen twee mannen met donkere kleren de shop inlopen. Ze eisen geld en snel. En let op, de overvaller met het geld gaat er vandoor. De andere probeert nog een kluisje open te trappen. Maar als dat niet lukt, gaat ook hij er vandoor. De camera die buiten hangt, ziet de twee nog wegrennen. Ook al deden de daders hun uiterste best om niet herkend te worden, het zal niet de eerste keer zijn dat iemand toch herkend wordt. Al is het maar vanwege de kleding, de manier van bewegen of u krijgt gewoon een ingeving. Hoe dan ook, heeft u een flauw vermoeden? Bel ons. De eerste dader is blank, draagt een zwarte halflange jas met capuchon over zijn hoofd. Ook heeft hij een zwarte sjaal voor zijn gezicht. De tweede is ook blank en hij draagt een bijzondere jas van het merk Rames Style. Redelijk zeldzame jas. Wie zegt dat iets? En dan zijn spijkerbroek, ook bijzonder. Let op de witte opdruk achterop en de naden aan de zijkant van de pijpen. Als u dit ziet en u heeft een vermoeden, bel dan nu meteen. En er zijn nog wat aanknopingspunten in deze zaak. Zo is er die maandagavond 30 december rond 6 uur een auto gezien. En die stond hier geparkeerd aan de Molenhoek. Een groot model personenauto, donkerkleurig, met twee personen erin. En hij stond met zijn voorkant in de richting van het tankstation met zijn stadslichten aan. Twee mannen zaten erin. Was u dat? Of weet u wie? Neem dan echt snel contact op, al was het maar om uit te sluiten dat ze er iets mee te maken hebben. En we zoeken nog meer getuigen. We willen heel graag spreken met de inzittende van een jeepachtige auto die het reservewiel aan de achterkant had en die hier vlak na de overval vanuit de richting Heeswijk-Dinter in de richting van Berlicum reed. Dan was er ook een mevrouw die een paar tellen voor de overval een zak drop kocht. En die misschien toen ze wegreed de overvallers nog wel heeft gezien en zich dat toen niet realiseerde. Ook die mevrouw wil de politie heel graag spreken. Datzelfde geldt voor een bromfietser die ook net voor de overval over de Haffertse straat reed richting Heeswijk-Dinter. Herkent u zichzelf hierin? Neem snel contact op. Naast deze hele specifieke getuigen willen we natuurlijk iedereen spreken die ook maar iets gezien of gehoord heeft dat ons kan helpen deze overvallers te vinden. Want rond het tijdstip van die overval, 's avonds een uur of zes, hebben hier fietsers, bromfietsers, maar ook meerdere auto's gereden. Dus als u zich iets herinnert, bel ons dan. Het gebeurde op maandagavond 30 december, iets na zessen. Bellen kan via 0800 6070. Zonder uw naam te zeggen iets doorgeven kan ook, via 0800 7000. Ook op Facebook kunt u deze zaak volgen.